like winter freezes just like ice. And if a cold and lonely light that shines from you, you wind up like the rig you hide behind that man. Hartelijk welkom, beste lieve kijkers, op mijn YouTube-kanaal Martino Voetbal en Entertainment. Vandaag ben ik op een hele mooie locatie hier. En dat is aan de overkant Brasserie Loek. Hele mooie, unieke locatie bij de Brasserie Lucas aan de Strand Boulevard Nederlanden. Top, top bediening, eten, kwaliteit, keuken, geweldig. Kijk eens, een aanrader om hier een keer te komen eten. Toppie. Goed, in deze aflevering een gast, een bekende gast, een oud-profvoetballer. En inmiddels ook werkzaam als teammanager bij Jong Sparta. Ja, u raadt het al. Een verrassende gast is het en blijft het zeker. Een vaste item in mijn programma. Inderdaad, Jos van Eck. We zitten hier op hem te wachten. Hij kan elk ogenblik arriveren. Dus we hebben het over Jos van Eck. Blijf kijken. Beste kijkers, lieve kijkers, hier hebben we hem op Martino Voetbal en Entertainment, onze bekende gast, altijd een verrassende gast, ja, teammanager bij Sparta, Jong Sparta, hier heb je hem, Jos van Eck. Hallo Jos, hey. Een hele goede dag. Wat had ik meegenomen? Ja. De zon. Weer de zon, Jos. Ongelooflijk, ja, hè? Je zit hier weer in een waanzinnig mooie zomerse outfit. Ja, het zonnetje. Dus van harte welkom, joh. Dankjewel, hey. Jongen. Dankjewel. Ik zou zeggen, Jos, laten we even jezelf gaan zitten. Huh? Is goed. Even een kleine update. Ik wil je even voor de kijkers even voorstellen. Jos van Eck. Huh? Voorstellen hoeft niet. Altijd verrassend. Ja. Helemaal toppie. Hey, helemaal goed, joh. Kom. Is goed. Laten we heel snel even doorpraten. Het Nederlands elftal Europees kampioenschap, daar waren we al kritisch. Jij zeker? Ja. Het is, het is uitgekomen, toch? Ja, daar zijn we niet blij mee natuurlijk. Hey, ik ben er ook niet blij mee. Dat is wel anders. Ik hoop ook dat Nederland, of ik hoopte ook dat Nederlands, het Nederlands elftal Europees kampioen ging worden. Maar ja, als ik na een paar wedstrijden zag je al dat het er niet zou gaan worden, toch? Nee, uiteindelijk verliezen we met 2-0 van Tsjechië. Ja, het was, die wedstrijd laat het maar heel snel vergeten. Dat was natuurlijk echt helemaal niks. Nee. Ja, goed. Er is natuurlijk wel en weer nieuwe ontwikkelingen voorgekomen bij Oranje. Daar wil ik toch heel even op inhaken. Frank de Boer heeft afscheid genomen. En Louis van Gaal wordt hoofdtrainer. Maar het heeft ook weer consequenties voor Sparta. Henk Vreeser, hoofdtrainer, waar jij natuurlijk actief in bent. Wat vind je daarvan? Dat Louis van Gaal wordt of Henk Vreeser over? Laat ik het zo zeggen. Louis van Gaal, die heb ik ontmoet toen ik zelf het hoogste trainingsdiploma haalde. Een geweldige man met die prachtige voetbalvisie heeft en dat ook heel goed kan overbrengen, waar je echt geboeid naar kan luisteren. En die heeft natuurlijk een Spartaanse staf samengesteld, hè, met Danny Blind, ook een Spartaan. Ja. Henk Vreese, ook een Spartaan. Ja. Kijk, en Henk Vreese doet bij Sparta fantastisch en blijft gelukkig ook bij Sparta, maar hij heeft een dubbel rol dadelijk ook bij het Nederlands elftal. En hij heeft natuurlijk ook een gevoel voor het omgaan met verschillende culturen, zoals die bij Sparta ook heel veel zijn. En in het Nederlands elftal ook veel zijn. Dus ik denk dat daar ook een hele belangrijke rol voor hem wordt weggelegd. Dus ik zie dat wel zitten met die staf. Ja, Martino Voetbal heeft er ook een goed gevoel over. En wij gunnen hem ook ten zeerste, Henk Vreeser natuurlijk. En ik denk ook wel misschien wel mooie ontwikkelingen voor Jos van Eck natuurlijk. Geen ontwikkelingen voor mij. Ik ben gewoon teammanager en dat is prima. Dat is goed zo. Ja, maar goed, Jos, laten we eerlijk weten. Je hebt toch je hebt de papieren, je hebt de kennis, ervaringen. Je bent weer back to basic, teammanager bij Jong Sparta. Hoe gaat het daarvoor in die functie momenteel? Wat leuk. We hebben van de week twee wedstrijden gehad. Eerst
Excelsior met Sluis. En dat zegt, het is voorbereiding. Dus spelers worden wisselen door. Yeah. Maar die zit ook bij ons in de competitie. Hebben we 3-0 gewonnen. En afgelopen dinsdag speelden we tegen Jong Willem 2. En wonnen met 6-0. Dus het gaat best aardig, moet ik zeggen. Yeah. Ja. Dat je hebt alweer hele positieve elementen gezien in, in de selectie. Ja, ik heb echt leuke spelers. Ik leer ze natuurlijk allemaal nu een beetje kennen. En er lopen echt wel leuke jonge spelers rond in jong Sparta. Waar als ze zich door blijven ontwikkelen, Sparta nog heel veel plezier aan kan beleven. Ja. Nou, helemaal goed. Ja, zoals je weet, we blijven je graag volgen, Jos. En we vinden het ook hartstikke leuk dat het ook goed met je gaat in de sportiviteit. En Sparta is natuurlijk samen met Jos van Nek is natuurlijk een hele mooie verbinding. Ja, is een beetje. Ik voel me daar altijd welkom en thuis. En mensen zijn vriendelijk en hartelijk en willen ook helpen waar mogelijk. Sparta is gewoon een hele warme familieclub. Ja, en met wie werk je dan nu samen dan, dagelijks? Ik werk eigenlijk, ik ben er niet dagelijks, want ik ben eigenlijk alleen op wedstrijddagen en af en toe een keer bij een training. Maar de trainer of trainers bij Jong Sparta zijn Geert Arendt-Hoorda, Nico Jalink en Fauzi Messoudi. Dat zijn dan zeg maar de veldtrainers en Frank Koeman die doet de keepers. Nou, ik ben zelf teammanager. Nou, we hebben ook nog wat andere mensen in de begeleidingsstaf. Jos, ik zie dat er de koffie klaar staat voor ons. Oh, lekker jongen. Ja, lekker. Ja, nou. Gaan we even een bakje drinken? Gaan we doen. En dan gaan we daar even verder praten. Top. Helemaal goed. Goed, blijf kijken. Zo, dat ziet er goed uit. Ja. Oké, over een klokkie, ja. Jos. Ja. Het maakt goed. Goed, Jos. We hebben het over Sparta gehad, een Nederlands elftal. Maar ik wil het even tot de orde van de dag hebben. Heel graag met je. En natuurlijk het Olympische Spelen die 6 of 7 dagen geleden begonnen zijn. En geen goede start gemaakt hebben. Maar? Nee, een hele slechte start. En ja, de mensen zeggen we zijn het een beetje aan het inhalen natuurlijk. En dat snap ik wel dat ze zeggen. Maar kijk, in het begin wordt er gezegd we gaan 16 gouden medailles halen en 48 medailles. Ja, dat gaat niet meer worden, denk ik. Nee, maar nee. Zou het komen door de voorbereiding en coronaproblemen allemaal, Jos? Nou ja, dat corona natuurlijk met de vliegtuig, dat is voor mij onbegrijpelijk. En ik zeg niet dat we daardoor corona hebben gekregen, maar dat een bemanning niet getest wordt en dat er gewoon ook andere mensen in kunnen zitten en die dan de sporters gedag komen zeggen. En dan denk ik, ja, alles wordt zo goed afgeschermd, dan moet je je sporters ook wel heel goed afschermen. En ik zeg niet dat het daardoor gekomen is, hè, maar de kans is wel aanwezig. Maar ik zie bijvoorbeeld ook, of ik lees dat de voetbalsters opgesloten zitten in een hotel en dan nu eindelijk eens een keertje in de tuin mogen, maar voor de rest niet. Maar ik zie ook andere sporters van het Nederlands team, die zie ik gewoon in Tokio lopen en foto's nemen met de bevolking. Dan denk ik, wat vind ik dan een beetje vreemd, dat die dat wel mogen en anderen niet. Ja klopt. Ik vind het ook vreemd dat de bemanningsleden van het vliegtuig dat niet gevaccineerd zijn of niet getest zijn en de sporters wel. Dat is een beetje tweestrijdig. Kan toch niet? Nee, kan helemaal niet, maar het is wel gebeurd, joh. Ja, nogmaals, misschien is het daardoor gekomen, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar ja, weet je, het blijft een vreemd verhaal en het blijft wel rot dat Nederland daardoor getroffen is. En zeker voor de sporters die helemaal niet hebben mee kunnen doen daardoor. Nee, die hebben er jaren naartoe gewerkt. Ja, kijk naar die roeier bijvoorbeeld, die in de voetspoor van zijn vader wil trainen. Die heeft nog niet een meter geroeid. Die zit alleen maar op zijn hotelkamer te wachten tot hij een keer zijn temperatuur kan meten. Ja. Ja. Dat is een enorme domper voor de sporters. Ook voor de hele organisatie trouwens. Maar goed, gisteren toch wel een historische dag voor het Olympische Nederlands team. Want die hebben natuurlijk een één dag 8 medailles gehaald, een super record wat nog nooit voorgekomen is.
Nee, ja, dat... Een beetje positieve tijd. Nee, dat is prachtig natuurlijk. Kijk, en er zaten ook wel medailles bij die men verwachtte. Hè? Ja. Met Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld, gouden medaille. En de roeiers, die hadden ze ook wel een beetje verwacht. Dus dat maakt het wel weer een beetje goed. Maar we hebben daarvoor natuurlijk wel een aantal, ja, ik wil niet zeggen zekere, maar wel verwachte medailles gemist. Ja, goed. We hebben inderdaad gisteren een superdag met de roeiers. Die halen één keer 4-5 medailles voor ons. Ja, nee, maar kijk, vandaag had ik wel weer op een gouden roeimedaille gerekend eigenlijk. Want het tweetal is houden van het wereldrecord, hè. Ja, en net voor de finish maken ze een misslag en ze worden derde, weet je. En zo gebeurden er toch heel veel dingen in het Nederlands team die net een beetje tegenzitten. Hey, kijk naar de BMX'er die een proefrondje doet en er steekt iemand over en hij breekt zijn knieschijf. En hij heeft zich nu al geplaatst voor de halve finale. Maar allemaal dat soort dingen. 12 hockeyers in het veld. Ja, weet je. En zo gebeuren natuurlijk heel veel dingen waarvan ik... Waar ik mijn vraagtekens bij heb, dat gebeurt op dat niveau. Ja, ik heb de hockeyers, dames een beetje gevolgd, maar ook de mannen. De laatste wedstrijd die ik gezien heb was tegen India. Toen zullen ze al een tijdbestek van 10 minuten met 3-0 achter. Zuid-Afrika, sorry. En winnen dan nog die strijd met 5-3. Ja, vanochtend hebben ze ook weer gespeeld. Stonden 2-0 voor tegen Groot-Brittannië en er wordt nog 2-2. Kijk, en nou moet ik eerlijk zeggen dat ik de hockeymannen... Die zie ik geen medaille winnen, want die heb ik op het Europese kampioenschap ook gezien. En dan worden ze weliswaar Europees kampioen, maar had ook wel een beetje geluk tegen Duitsland. En België was ook gewoon veel beter. Kijk, en nu zie je hun eigenlijke niveau, denk ik. En natuurlijk, ik hoop wel dat ze medaille winnen, dat is wat anders. Maar ik denk dat er te veel ploegen beter zijn, dat ze niet echt in vorm zijn ook. Ja, dat is een belangrijke vorm van de dag en ook een beetje groeiende toernooi, denk ik. Ja. Als het in het begin al wat fout gaat, dan heb je je bedenking over. Ja, kijk, dat je de eerste wedstrijd van België verliest. Oké, nou, België vind ik op dit moment, denk ik, ja, misschien wel de beste ploeg, is ook wereldkampioen. En Australië, die hebben we natuurlijk heel lang niet gezien, hè, want die... Maar goed, als je tegen Zuid-Afrika met 3-0 achterkomt, terwijl het daar dan nog wint. En ook nu Groot-Brittannië. Weet je, ze hebben het gewoon moeilijk. Het is niet dat ze het soepel, zoals de dames. Die winnen gewoon soepel. Die spelen ook niet groots. Maar die winnen dan ook nog wel gewoon met 5-0 de laatste wedstrijd. Weet je? Precies. Kijk, die gaan gewoon een medaille winnen. Dat kan niet anders. En ik denk zelfs gouden medaille. Maar goed, dan moet ook alles een beetje mee zitten. Ja, maar dat heeft ook te maken met de soort lichting waarin je in deze fase zit, denk ik. Ja, zou kunnen. Kijk, Nederlands... Bij de dames zitten wel veel meer groei, veel meer kwaliteit, doorstromingen van de dames. Die vaart af, komt die weer bij. Bij de mannen is het even minder. Ja, maar je ziet het ook bij verenigingen natuurlijk een beetje. Hè. Kijk, als ik kijk naar OMC hier... Er zijn veel meer meisjes die hockeyen als jongens. En, dus de kans dat er veel talent tussen zit, is bij meisjes en dames vele malen groter. En ja, dus we zitten eigenlijk te wachten op de talenten van OMHC, hè, dat die in het Nederlands team gaan komen, hè? Nee, maar we zijn daar een beetje bekend mee met voetbal, met de hockeyclub. Ja. OMHC, jouw fantastische dochter die speelt daar momenteel. En met een vader als jij, die daar natuurlijk zoveel passie heeft, die daar behoorlijke kijkvol op heeft. Hoe gaat het momenteel daar, de ontwikkelingen? Oh, ze is nu naar de D1 gegaan. En die hebben echt een heel goed team, moet ik eerlijk zeggen. Ze hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Zij is eerstejaars D'tje. Maar die hebben echt een heel leuk team. Ik heb ze nu tegen sterke tegenstanders gezien. Ze hebben de eentje nipt verloren en de rest hebben ze alles gewonnen. En als ik dat team moet inschatten, denk ik wel dat ze bij de top 5 van deze regio horen met hun team. Ik ben echt een leuk, goed team. We gaan het volgen. Heb jij nog een inbreng bij de club?
Ik hou een beetje de D'tjes en de C'tjes in de gaten, dat als er problemen zijn... Je houdt alles in de gaten natuurlijk. Hè? Ja, sowieso. Nee, dat als er problemen zijn, dat ik die vroegtijdig kan signaleren en door kan geven naar degene die daar een beetje, die heel de jeugdlijn moet bewaken, zeg maar. Dat is een beetje mijn taak, wil ik niet zeggen, maar dat heb ik gezegd, zal ik dat een beetje doen. Dus dat komt prima. Ja, nee, precies. Dat is ook een leuke ding om daar over het schouder heen te kijken bij de club. Ik ga toch kijken, dus dan kan ik het net zo goed ook als ik je zie doorgeven, toch? Dat kan ik niet laten natuurlijk. Hè? Ik ga er niet mee bemoeien, ik geef het alleen maar door. Ja, precies. Joost, even terugkomen op de Olympische Spelen. Wat is eigenlijk een beetje jouw meest favoriete sporttak voor de Olympische Spelen? En wat is de meest, heb je nog wel een leuke of een van de mooie indrukken gezien alvast? Ja, ik vind eigenlijk alle sporten leuk, dat moet ik heel eerlijk zeggen, want ik kijk echt heel veel. Maar ik vond het een van de mooiste momenten, vond ik tot nu toe voor Nederland, is dat Annemiek van Vleuten toch gouden medaille won. Want 5 jaar geleden in Rio de Janeiro, en de meeste mensen weten dat misschien nog wel, toen ze voorop lag met de wegwedstrijd. En daar viel. En iedereen dacht dat ze ongeveer voor dood langs het stoeprandje lag. En ze had toen eigenlijk de gouden medaille gaan winnen. En toen won haar ploeggenoot Anna van der Breggen. En dat ze dan nu toch nog weliswaar met de tijdrit de gouden medaille wint. Dat vond ik wel hartstikke mooi. En ze is natuurlijk al best wel op leeftijd. Dat vond ik echt... Dat gunde ik er echt. Ik gunde het eigenlijk al op de wegwedstrijd. En alleen, ja, dan heb je het weer zo fouten. Toen wisten ze niet dat er nog eentje vooruit zat. En dat vond ik echt sneu. Dat dacht ze zelf ook. En dat ze dan daarna toch nog goud haalde, dat vond ik echt wel prachtig. Ja, dat is toch die wielerskracht, hè? Ja, ze heeft zo'n sterke mentaliteit. Dat is, weet je, want ze is volgens mij 38, als ik het even goed weet. En ze had het over 3 jaar Parijs. En ze zegt, ja, ik vind het nog zo leuk wielrennen. Ja, misschien ben ik het dan nog wel. En waarom niet, hè? Joop Zoetemelk werd ook, toen hij heel oud was, wereldkampioen. Ook nog op jouw leeftijd. Zeker. 38 geloof ik was die. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Weet je, als jij je goed verzorgt en ik heb Annemiek van Vleuten zag ik interviewen, dan denk ik, ja, je kan een salto maken in een TL-buis, zo afgetraind is ze. Waarvoor zou je dat niet nog 3 jaar volhouden? Groot respect voor zulke topsporters. Echt. Die gaan er wel voor, hè? Diep respect. Ik zag een turnster uit Oekraïne. Ik weet niet of die ook nog gezien heb. Turner is niet helemaal mijn vriend. Nee, maar, die was geloof ik, die was 40. En die deed nog mee met turnen. Ja, en die liet ze zien hoeveel Olympische Spelen die al mee had gemaakt. Ja, en die nam nu dan afscheid met tranen in de ogen. Ja, maar dat is toch knap dat je nog mee kan doen. Op die leeftijd. Ja, prachtig. Ja, is... ik heb ook een andere tak gezien, dat is de dames judo. En een paar dagen geleden, volgens mij heette het Julefseus. Die werd ook helemaal emotioneel, want die had natuurlijk nu gewonnen. Daar word ik behoorlijk emotioneel van zelf. Jules Fransen of Sanne van Dijk? Volgens mij die heeft verloren van de Italiaanse. Mijn naam is even ontschoten, maar ik kijk even kijken naar mijn agenda natuurlijk. Die Sanne van Dijken was natuurlijk met de broer, hè, die was overleden. En daardoor, ze won een bronzen medaille en die droeg ze op aan de broer. Deze ook zo tekentje naar boven. En Jules Fransen moest ook inderdaad huilen. Ja, om haar vader geloof ik. Ja, klopt. Ja, ja. Ik krijg eigenlijk drie strafpunten. En dan denk je van, nou, wat is er eigenlijk gebeurd? Maar je hebt gewoon de tijd verloren. Ze krijgt 3 keer een straf voor passiviteit, zoals ze dat dan zeggen. Hè? En dat is een beetje lullig, zeg maar. Ja, zeker. Want als jij dezelfde tegenstander wil aanvallen en jij duikt op je buik, dan krijg je gelijk een straf bijvoorbeeld. Dat zien ze als passiviteit. Ja, dat is wel verstand van, hè? Ja. Dus ja. Maar ik vond het wel, Utrechtse was heel erg klein, behendig. Ik vond nou wel een hele slimme tactiek wat je speelde. Het jammere van judo vaak is dat er je ziet nog weinig actie.
Het zijn heel veel aan het afwachten en tegenhouden. Passiviteit, dat is jammer. En ik had het gevoel dat vroeger dat er meer actie in zat. Ja, dat is wel een goed punt. Het is me ook opgevallen trouwens, Jos. Dus ik heb mijn hoop dadelijk gevestigd op Henk Grol. Ja, Henk Grol, judoka, die ken je toch wel? Ja, ik doe het. Nou, dat is een beest natuurlijk. En die wil gewoon knallen. En die wil actie. Ja. Alleen hij heeft een beetje pech altijd met blessures. En dat is jammer, maar dat is wel, daar verwacht ik wel wat van. Ja, goed. Dan moet je daar fysiek wel tegen aanknallen. En daar, dat is natuurlijk de kracht van een judo natuurlijk. Henk Grol, dat is gewoon een beest. Ja, dus ik hoop dat hij wat het vuurwerk laat zien dadelijk. Die beslist het liefst binnen een half minuut met een nippon en dan is hij klaar. En wat ik ook erg leuk vind, dat vind ik dan wel apart, boogschieten. Boogschieten, ja, dat was ook mooi natuurlijk. Steve Weiler, ja. Dat had ik goed gedaan, kijk eens. Ja, ik ben goed bezig, jongen. Ja. Steve Weiler. Hij moest vandaag ook schieten, volgens mij. Individueel, ik weet niet wat hij gedaan heeft nog, want dat... Laatste zag ik dat die Nederlandse vrouw door was. Maar met z'n tweeën hebben ze natuurlijk toch een mooie medaille gewonnen. Precies, en hij houdde heel veel negens. Dat vond ik wel bijzonder. Ja, dat was zeker was, een jonge jongen natuurlijk. Dus was knap dat hij dat deed. Alleen het is jammer dat Zuid-Korea, die winnen zo'n beetje alles. Dat die jonge jongen van 17, ja, die was... grootste talent in 100 jaar, hoorde ik die verslaggever zeggen. Dat die schoot alleen maar tienen volgens mij. Hoe kan het nou dat de Aziaten, de Chinezen, die staat nu op nummer 1 in de medaillespiegel. Daaronder komt USA. Zijn wij mentaal zo zwak, Jos? We staan nu op de 11e plek, van de 24 naar de 11e plek. Dus mentaal zitten we niet zo erg goed in elkaar ten opzichte van de rest. Ja, één gouden medaille meer en je staat volgens mij 7e. Nou ja, voor zo'n klein landje is dat nog knap. Alleen, volgens mij één gouden medaille bij en is dat 7e. Dus voor zo'n klein landje als dat wij zijn, is dat nog best wel knap. Aan de andere kant hebben wij heel veel sportfaciliteiten in Nederland in vergelijking met andere landen. Alleen die Aziatische landen, de sporters daar, die focussen zich echt op één sport. En die trainen totdat ze erbij neervallen. Die hebben zo'n ijzige discipline. En wij zijn toch Nederlanders. Ja. Wij willen toch gewoon ook lekker bezig zijn met sport en naar hun zin hebben. En we zijn toch wat gemakkelijker daarin. Wij zijn een hoop sporters. Zijn we een beetje verwend, Jos, hier, of niet? Ja, eigenlijk wel. Wij zijn natuurlijk best wel gemakzuchtig. Kijk, ik heb ooit eens een lezing gehad van Peter Blanchet. Een oude volleyballer, die gouden medaille in 1996 won. Ja, en die zegt tegen mij, die zat het voorbeeld tussen Amerikaanse en Nederlandse sportmentaliteit. Toen zegt hij tegen, was met alle de coaches van voetbal. Toen zegt hij tegen ons van, maak jullie eens zo lang mogelijk. Nou, iedereen gaat aan en die doet zijn armen zo uit. Zegt, nee, echt zo lang mogelijk. Dus iedereen, nou, lang. Toen zegt hij, weet je wat nou Amerikaan had gedaan? Die had boven op de tafel gestaan, die had op zijn tenen het plafond aangetikt. Dat is echt lang maken. En dat is het verschil tussen trainen en echt trainen. Weet je, daar zit veel meer fanatisme nog in. Wij zijn best wel gemakzuchtig. Ik zeg altijd zo, een Nederlander die wint van de nummer 1 op de wereld. Dat was van de week met die judoka ook. Die wint van de nummer 1, dan denk je, nou, die hebt de nummer 1 verslagen. Nou, die gaat ze allemaal verslaan. Maar wij kunnen dan ook van de nummer 300 verliezen ineens. Dat is Nederland. Ja, klopt. Dat is toch wel een stukje mentaal. Ja, maar dat is jammer. Ja, dat is zeker jammer. Wat ik ook erg bijzonder vind van het Olympisch Spelen is Eupke Zonderland. Ja. Die heeft afscheid genomen. Dus zo kennen we hem eigenlijk niet. Normaal gesproken haalt hij goud met twee vingers in zijn neus. Maar dit keer niet. Ik heb me later gehoord en ook zijn vrouw heb ik het interview gehoord. En dat hij heel erg ziek is geweest. Dat hij heel veel kilo's is afgevallen. En dat het nog een wonder is dat hij eigenlijk mee kon doen. En dat hij gewoon een oefening heeft kunnen doen. Waarbij hij deze oefening helemaal heeft kunnen doen. En met alle elementen die erin hoorden. Goede afsprong. En dat hij niet gevallen is. Hij had bijna geen kracht in zijn lichaam om nog normaal te kunnen turnen, zeg maar. Dus dan heb ik wel heel veel bewondering dat hij dat toch nog doet.
en volbrengt en op een waardige manier afscheid neemt. Groot respect voor Epke Zonderland. Ja, zeker, hij heeft toch een gouden medaille en de vorige Olympische Spelen helaas toegevallen. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij die sport. Hè. Je moet ook risico's nemen, want als je geen risico's hebt, dan weet je zeker dat je niet, niet gaat winnen. Dus nee, wel respect voor die man, zeker. Top. Vanmorgen heb je vanmorgen nog iets gezien, wat vond ik ook heel erg mooi, surfen. Surfen? Ja, volgens mij hebben we goud gehad met Kishan Batlu. Nog niet, maar het kan hem bijna niet meer ontlopen, Kishan Batlu. En met de blauwe pijlen op zijn hoofd natuurlijk. Ja. Ja. Hij is goed bij, hè, jongens. Voller alles, jongen. Nee, ja, kijk, dat is ook een zekere gouden medaille van tevoren. En hij maakt het waar. Maar kijk, zijn vrouwelijke partner, Lilian Reus, is ook 3 keer wereldkampioen. Die maakt het bijvoorbeeld niet waar. Weet je? En dan, wij rekenen altijd van tevoren. We denken, hetzelfde met Marit Bouwmeester, vorige keer Olympisch kampioen. En ja, die wordt gedisqualificeerd vandaag. En die kan ook geen medaille meer winnen. En zo hebben we te veel die het niet waar maken. Waar rekenen we ons te snel rijk, Jos? Te snel. We hebben ook vanmorgen, geloof ik, die zwemmer Kamenga, die heeft zilver gewonnen. Wat vind je daarvan? Ja, dat is. Die heeft natuurlijk 2 keer zilver gewonnen. En vanochtend lag hij 3 banen voor. Hè? Ja, en toen op het laatst kwam die Australiër toch er voorbij. Maar het is toch prachtig als je 2 zilveren medailles met schoolslag. Daar hebben we eigenlijk nog weinig in gewonnen de afgelopen jaren. Super. Als we kijken even naar, wat schat je eigenlijk nu in? Heb je nog enig idee dat hoeveel medailles we nog gaan winnen deze komende tijd, de Olympische Spelen? Hoeveel weet ik niet, maar ik verwacht natuurlijk de hockeydames. Daar verwacht ik nog wel wat van. Ja, zeker. En Kishan Batlu die gaat het wel rondbreien natuurlijk. Er is nog 1 race. Dan hebben we natuurlijk in de atletiek. We hebben Shifan Hassan, die doet aan 3 nummers mee. Daar verwacht ik ook 2 gouden medailles van. We hebben onze discuswerpse, die pas beste wereldafstand heeft gegooid. Dus daar verwacht ik ook nog wel het een en ander van. We hebben Femke Bol, een nieuw talent. Daar schat ik ook. Goud? Dat zou best. Nou, goud niet, want er is een Amerikaans die net beter. Dus ik denk een zilveren medaille verwacht ik daar wel van. Daphne Schippers, weet ik niet. Misschien een outsider op de 200 meter. 100 meter doet ze niet. Ja. En we hebben natuurlijk bij het baanwielrennen. We hebben ook heel veel kanshebbers en kanshebsters. Hè? Want we hebben natuurlijk met onder andere Hoogeland bij de mannen en Kirsten Wild bij de dames. Ik verwacht daar toch alles bij elkaar ook wel een stuk of 4 gouden medailles terug. Ja. Ja, en dan ben ik misschien wel weer positief. Ja, en de voetbalsters morgen. Ja, tegen USA. Ja, kijk. Denk je? Op voorhand denk je kansloos. Maar kansloos. Ja, op voorhand. maar de USA heeft slechts 1 keer gewonnen deze Olympische Spelen. Hè? Nee, een keer gelijk gespeeld, een keer verloren. Dus die zijn niet in grootste vorm. Nou vind ik Nederland ook niet in grootste vorm, zeker verdedigend niet. Dus het kan een hele open wedstrijd worden die alle kanten op kan gaan. En dan hebben we ook nog onze handbalsters. Ik weet niet of die goud gaan winnen, maar daar verwacht ik toch ook nog wel een medaille van. Dus er kan nog wel het een en ander gebeuren, denk ik. Ja. En de beachvolleybal, volgens mij is Tam en Schoon, geloof ik. 2 blonde dames. Die zijn vanochtend doorgegaan en dan hebben we nog Nuska Fontijn, onze bokser. Ja, daar verwacht ik ook nog wel een gouden medaille van. En wellicht zie ik nu eventjes in de snelligheid nog iets over het hoofd. Maar we hebben nog wel wat kansen zo links en rechts, denk ik. Ja, dan komen we toch wel bij de plei van de top 10. Ik wil het toch een beetje gaan tellen, ja, de medailles. We moeten ook in de top 10 terechtkomen, toch? Ja, dat zou een schande zijn als we dat niet halen in de top 10. Daar horen wij thuis als sportland, vind ik. Ja, wat dat betreft is Nederland wel altijd wel goed in het opleiden van sporters hier. We hebben heel veel sportfaciliteiten en veel mogelijkheden. Dus wij moeten gewoon
in de top 10 van de wereld horen wij terecht. Als je alle sporten bij elkaar optelt. Als je ze ook normaal gesproken in de loop van een jaar leest hoeveel Europese wereldkampioenen of andere wedstrijden er door Nederlanders worden gewonnen. Of tweede zijn of derde. Dan horen wij in de top van de sportlanden thuis. Ongetwijfeld. We steken heel veel energie in, we investeren heel veel in een klein landje. Het is altijd maar spot. De media ligt er dik bovenop. Ja, kijk. Weet je, hier in Nederland is alles goed geregeld, hè? Dat vergeten mensen. Wij zitten allemaal wel eens te zeuren op alles. Maar wij zijn een land waar de faciliteiten op allerlei gebieden heel goed zijn. En alles kan hier ook gewoon. En iedereen... helaas hebben we nu een slecht voorbeeld van gehad met Peter Ries, maar iedereen die bekend is, beweegt zich ook gewoon tussen de mensen vrij rond. Zelfs premier Rutte, en of hij nou wel of niet mag, die komt op zijn fiets hier door Den Haag naar het Catshuis gefietst. En zelfs onze koning die loopt tussen de mensen zo af en toe rond. Dat kan hier gewoon. Ja, dus wij leven hier echt wel in een land waar we best wel trots op mogen zijn, denk ik. Heel veel verbindingen, zeg maar. Ja, en wij zitten, zie je in andere landen leest over racisme en discriminatie. En natuurlijk zal hier ook best wel wat gebeuren, maar wij zijn denk ik hier best wel heel tolerant ten opzichte van elkaar. En iedereen kan hier gewoon zijn ding doen die wil doen. En of jij dan op zondag naar de kerk gaat of naar de moskee gaat, dat kan gewoon. En iedereen respecteert dat ook. Zeker. Jos? Ik wil jou. Ik wil het afsluiten. Ik zou nog heel graag, uiteraard. Ja, je bent eigenlijk onze vaste gast geworden, zo'n beetje. Ja. Hoe voelt dat? Voelt super, jongen. Dat gaan we er zeker inhouden. Ja, dat gaan we zeker ook doen. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor jouw tijd en jouw bijdrage aan natuurlijk dit interview, Jos. Graag gedaan en ik kom wel weer terug, maar even voor de kijkers, 1000 abonnees, daar gaan we voor. Voor minder gaan we het niet doen, dus allemaal even abonneren, duimpje omhoog, 1000 abonnees. 1000 abonnees, dat ja, gaan we doen, toppie, dat gaan we doen. Jos, we hebben momenteel 560 abonnees. Het is allemaal, wat zal ik zeggen, ik ben jullie dankbaar kijkers, maar ook Jos van ik dankbaar, altijd enthousiast. Heel veel positiviteit en goede energie. Jos, ik wil je ook bij deze nog altijd weer heel veel gezondheid toewensen. Het gaat je goed. Heel veel succes hebben, maar ook veel genieten van je dochter en jouw eigen privéleven. Ook dat moeten we hoog en vaandel houden. Gaan we doen, jongen. We gaan ons best doen. Kijk eens, bedankt voor het kijken. Jos, volgende, wat ga je nu doen, Jos? Ga je nog wat sportiefs, ga je nog waterskiën daar aan de overkant? Ja, zou je maar kunnen natuurlijk, hè? Je weet het niet, jongen. Je wordt een korte broek aan, Jos. Ja, ik ben net even te oud voor de Olympische Spelen, hè? Ja. Maar je bent toch fanatiek. Goed, kijkers, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dit was Martino, voetballer en entertainment. En Jos van Eck. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Op naar de 1000. 1000 abonnees. Hoi. Ciao. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And if a cold and lonely light that shines from you, you'll wind up like the rig you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade.